Nou, we gaan beginnen met de test. Dit is ongeveer 100 meter. En de zender zit aan de zijkant, hier zo. Dus ik hoop dat hij het redelijk vol gaat houden. Ik zal een beetje praten af en toe. En dan stilstaan om de zoveel meter. Ik denk dat dit ongeveer 15 meter is. Nou, ik hoop dat hij het nu gewoon goed doet. Gaan we even een stukje verder. Ja, volgens de specificaties zou het ongeveer 100 meter moeten, voor 100 meter moeten werken. En ja, ik denk dat dit om en nabij 25 meter is. Nou, dan gaan we een stukje verder. En even kijken. Nou, we zitten nu denk ik op de helft, zo'n 50 meter. Ik schat het denk ik 50 meter ongeveer. En ik hoop dat hij het nu nog steeds goed doet. Maar goed, dat zei ik net ook al. En we weten het niet. Ik ga het zo terugluisteren. En ja, ik denk dat dit zo'n 60 meter is. Dit is 60 meter. Ik sta nu stil, dus er zou nu een storing moeten zijn. Maar goed, als het beweegt, dan gaat hij waarschijnlijk wat meer storen. We zitten nu denk ik op zo'n 80 meter. 80 meter of zoiets. Ja, want daar op dat stukje is 100. Nou, gaan we nog een stukje verder. Dan even naar de 90 meter. Nou, dit is 90 meter. Dit zal hij hopelijk goed doen, maar ik denk dat hij nu wel veel stoort. Misschien als ik stilsta dat hij het minder doet. Nou, dan gaan we het laatste stukje naar 100 meter. En dan is het goed. Kijk, dit is... Dit is 100 meter. Dit moet hij denk ik. Ik denk dat hij dit nu niet meer doet. Nou ja, heel misschien wel, maar niet zo heel erg goed. Ja, 100 meter. Ik kan er ook niet veel meer van maken. Ja, dit is wel zijn limiet. Dan haal ik de zender uit mijn broekzak. Dan hou ik hem hier voor me. En dan gaan we kijken hoe ver we gaan komen. Ondertussen blijf ik gewoon praten. En dan hoop ik... Verwacht ik dat hij het nu wel beter doet, maar dat hij alsnog wel veel stoort. En naarmate ik dichter bij de camera kom, dan zal hij ook minder gaan storen. Ja. Nou, er zijn nog steeds heel veel meeuwen. Het is gezellig bezig, gezellig boel. En ik geloof dat ik hiermee wel de test redelijk accuraat of redelijk goed heb gedaan. Geen elektriciteitsmasten om me heen. En het is goed weer, geen onweer. En mijn microfoon zit gewoon hier zo bij me, net onder mijn kin, bij mijn vestje. Of trui, wat het ook is. En top. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen met het maken van een beslissing.